een naald in je trouwjurk naaien of een oplosbare capsule in je vagina brengen waar rode vloeistof uitkomt. Trucjes om te faken dat je bloedt tijdens je huwelijksnacht. Dat bloeden zou betekenen dat je maagdevlies nog intact was en je dus voor de eerste keer seks hebt. En om dat te bereiken gaan sommige meisjes of hun ouders heel ver. Toen ik 16 was, waren mijn ouders erachter gekomen dat ik voor het eerst seks heb gehad. We zijn toen naar het geboorteland van mijn ouders geweest. Daar hadden ze toen een afspraak ingepland bij een gynaecoloog. Hij had toen laten zien dat hij aan de binnenkant een stuk vlees aan elkaar zou naaien om een maagdevlies te herstellen. Die operaties gebeuren ook in Nederland, maar steeds vaker uit het zicht van ziekenhuizen. Gynaecologen willen die operaties liever niet uitvoeren. Maar we ontdekten dat er anderen zijn die in dat gat springen. Oké, dit klinkt misschien raar, maar we gaan het in deze video hebben over iets wat niet bestaat, maar waar sommige mensen wel heel veel waarde aan hechten. Het maagdevlies. Een maagdevlies bestaat wel. Het is gewoon een vliesje, toch? Het is geen vliesje, toch? Het is een randje van binnen. Eigenlijk weet ik het wel zeker, ja. Het moet wel. Sommige vrouwen zijn geboren zonder. Het kan niet scheuren of zo. Volgens mij kan het ook al kapot gaan voordat ze seks hebben of zo. Ja, ik geloof er wel in dat het is. En als je bijvoorbeeld, als jij het nog niet hebt gedaan, dan doe je het, dan ga je door je maagdevlies. Nou, er is duidelijk best wel wat onwetendheid over dat maagdevlies. Dus we gaan het even uitleggen. In medische termen hebben ze het over hymen. En dat is geen vlies, maar een soort plooi in de ingang van je vagina. En niet iedere vrouw heeft zo'n plooi. En het ziet er ook nog eens bij iedereen anders uit. Maagdevlies is dus eigenlijk best wel een vreemde term, want dat vlies bestaat helemaal niet. Er zijn alleen wat plooien. Zelfs gynaecologen kunnen meestal niet aan jouw vagina zien of jij nog maag bent of niet. En dat bloeden tijdens de eerste keer seks? 40-50% bloedt helemaal niet. We hebben het hier dus over een mythe dat er iets doorboord moet worden tijdens de eerste keer seks. En dat is een hardnekkige mythe, merkt seksuologe Homa. Dan gaat het voornamelijk om de Marokkaanse groep, de Turkse, Afghaanse groepen. Ze worden vaak vanaf jongs af aan al opgevoed met eigenlijk de boodschap, let erop dat jij je maagdevlies intact houdt. Dan wordt er vanuit de opvoeding vaak al gezegd, ja, maar pas op, jij mag niet op paard rijden, want dan ga je met je benen gespreid op een paard zitten en dat kan ervoor zorgen dat jij je maagdelijkheid verliest. Of bijvoorbeeld fietsen, turnen. En later op de leeftijd, als je richting je menstruatie gaat, dan zeggen ouders ook wel van, nou, je mag geen tampon gebruiken, want bij tampongebruik kan je ook je maagdevlies beschadigen. En zou de kans kunnen bestaan dat jij dus later tijdens je eerste huwelijksnacht niet gaat bloeden. En dat komt door gebrek aan kennis bij de ouders. Maar de gebrek aan kennis wordt overgedragen aan de kinderen. Waardoor je dus de kinderen opvoedt met een waarheid wat geen waarheid is. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niet genoeg meisjes zijn die precies weten hoe het zit. Maar dan nog kunnen hun ouders heel veel invloed hebben. Zoals bij Hadjar. Zij wil haar verhaal delen, maar alleen anoniem. Mijn ouders willen eigenlijk niet dat anderen het weten. Ik denk dat zij mij ook zullen zien als hoer of slet. Toen dat ik seks heb gehad. Toen zijn we naar de huisarts geweest omdat mijn moeder heel graag wilde dat ik een maagdevlieshersteloperatie kreeg. Die had toen ook uitgelegd dat de operatie niet noodzakelijk was. In ieder geval niet medisch noodzakelijk. Het is wat mijn ouders wilden. En ze zeiden dat ik per se maagd moest zijn voordat ik het huwelijk inging. Daarna hebben ze mij meegenomen naar hun geboorteland. Toen had ik ook al aangegeven van dit wil ik niet, maar het was al betaald. En de dokter die had gewoon de operatie uitgevoerd onder algehele narcose. Een deel aan de binnenkant hebben ze eigenlijk strakker gemaakt. Het is dan de bedoeling dat dat dan gaat scheuren en gaat bloeden. Na de operatie voelde ik me heel erg verdrietig, maar ook tegelijkertijd boos. Nadat de operatie is uitgevoerd, heb ik het nooit meer over gehad met mijn ouders. Het enige wat ze toen vertelden is dat ik me moest oppassen en dat ik geen seks moest hebben. Ja, ik voelde dat er geen respect was voor mij en voor wat ik te zeggen had. En ik voelde dat er geen respect was voor mijn lichaam. Hadja vertelt straks wat er na de operatie gebeurde. Goed, er bestaat dus zoiets als een maagdevlieshersteloperatie. En niet alleen in het buitenland, zoals bij Hadjar, maar ook in Nederland. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen. Maar daar gebeurt het nauwelijks meer. Soms nog 2 tot 3 keer per jaar. Gynaecologen zijn heel terughoudend in het uitvoeren van die operatie. En in de richtlijn voor alle Nederlandse gynaecologen staat dit. Een hersteloperatie moet niet uitgevoerd worden.
tenzij na counseling geen andere mogelijkheid oplossing biedt. Gynaecologen kunnen zo'n maagtevliesheresteloperatie dus weigeren. Bijvoorbeeld omdat ze het medisch niet nodig vinden of misleidend. En anderen zeggen dat het bijdraagt aan het in stand houden van de dubbele moraal. Meisjes moeten kunnen aantonen dat ze maagd zijn en jongens niet. Ziekenhuizen krijgen de vraag voor die operatie ook een stuk minder dan een paar jaar geleden. Maar dat betekent niet dat die vraag er niet is, ontdekten wij. De vraag komt alleen ergens anders terecht, bij speciale klinieken. Wij vonden 4 klinieken waar je dit soort operaties kan laten uitvoeren. Bij het Rutgershuis bijvoorbeeld, dat is een seksueel kenniscentrum. En dat zegt dat zo'n 500 meisjes per jaar bij een aankloppen voor informatie over deze operatie. 50 daarvan komen ook echt op gesprek om te praten over die operatie. En dan vallen na voorlichting eigenlijk de meeste af. Slechts enkele laten die operatie ook echt uitvoeren. En dat kost daar zo'n €250. En dan zijn er nog de commerciële klinieken. Bijvoorbeeld Maagdevliesherstelkliniek. Zij zeggen zo'n 8 keer per maand te opereren. En Stadskliniek Utrecht zegt het zo'n 2 tot 3 keer per jaar te doen. Andere klinieken konden of wilden ons niet zeggen hoe vaak ze het deden. En officiële tellingen, die zijn er niet. Maar uit onze eigen rondgang blijkt dus dat we minstens op 100 operaties per jaar komen. Ja. En dat kost wel wat. Zo'n €750 tot €1100 voor zo'n operatie. Nou, wat doen ze dan? Nou, ze zetten een hechting in een van die plooitjes. En dat zorgt ervoor dat je kan gaan bloeden tijdens de huwelijksnacht. Er zijn ook meisjes die niet zo ver willen gaan, maar die wel willen bewijzen dat ze nog maagd zijn. En ook daar is een hele markt voor, online. Daar kun je bijvoorbeeld smeersels bestellen om je strakker te maken en zelfs hele maagdelijkheidskits. If you have lost your virginity for any reason, such as exercising or due to sexual activities, there is a chance to renew your virginity using Zaremon's artificial hymen kit. Nog een optie. Naar de huisarts voor een maagdelijkheidsverklaring. Waar je als huisarts vertelt dat uit onderzoek is gebleken dat je niet hebt kunnen vaststellen dat iemand geen maagd meer is. Je mag ook niet liegen, dus je mag ook niet in een verklaring zeggen van ik heb gezien dat dit meisje nog maagd is. Hè, maar op die manier kun je toch een meisje helpen als er geen andere mogelijkheden meer zijn om dat meisje te helpen. En dit is bijvoorbeeld een voorbeeld van zo'n maagdelijkheidsverklaring. 14 huisartsen in grote steden zeggen tegen een onderzoeker die wij spraken dat ze inderdaad soms de vraag krijgen voor een maagdelijkheidsverklaring. Ja, en wat doe je dan als huisarts? Nou, deze meiden die zitten echt klem. Hè. Vaak staan ze met 2 benen in allebei een andere cultuur. Hè. Enerzijds de cultuur van hun ouders of het land waar hun ouders vandaan komen. En anderzijds zijn ze hier opgevoed en zien ze ook hoe het anders is. Nou, dat is voor ons als artsen best een dilemma. Want door zo'n verklaring te geven of mee te werken aan een hersteloperatie, bevestig je eigenlijk de mythes rondom die maagdelijkheid. Maar soms kan het toch zijn dat dat de enige oplossing is voor een meisje. Het is dus lastig voor ze en eigenlijk voor alle hulpverleners die met die vraag te maken krijgen. Ja, voor vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom is het helder. Dit soort operaties, dat moet verboden worden in Nederland. En ook sommige artsen vinden dat. De minister onderzoekt nu of er ook echt een verbod komt. Seksuologe Homa ziet verbieden niet zitten. Daarmee los je het probleem op, maar je lost de oorzaak daarvan niet op. En als je de oorzaak gaat oplossen, dan denk ik dat wij wel ergens gaan komen. De oorzaak ligt bij de opvoeding. Hè? Bij de opvoeding dus je moet bij de ouders zijn. Je moet bij de opvoeding meegeven dat het belangrijk is dat ze hun eigen lichaam kennen. Ouders daarin ook voorlichten om ouders hun eigen lichaam te laten kennen en heel goed voorlichten. Ja. Voorlopig worden er dus nog meisjes maagd verklaard en geopereerd. En die operatie van Hadjar, die maakte weinig uit. Ik voelde na de operatie helemaal niks zitten. Ik heb wel een tijd lang pijn gehad, maar toen ik na de operatie weer gemeenschap had, scheurde het niet. Er was ook geen bloed gekomen. Met Hadjar gaat het inmiddels goed en ze hoopt door haar verhaal te vertellen andere meisjes een hart onder de riem te steken. Maar echt openlijk over haar ervaringen praten doet ze niet. En dat geldt voor de meeste mensen die wij voor deze video spraken. Want hoewel het echt niet bestaat, is het maagdevlies nog altijd een taboe. Nou, wil je nou meer van dit soort video's zien? Vergeet je dan vooral niet te abonneren op dit kanaal.